first time I ride a race in Harelbeke. It's my home race actually. I grew up there, and it's really nice. I can do this race. I'm really happy, so I'm looking forward as well. And I know it's a hard race, but you know, if you live there, and you always have some more motivation. And the start and finish line is really close to my house, like maybe 1.5 k. And so the football stadium. And before, I was also playing for that team, so you know, it's a special race for me. My father will come to watch the race also. My mom, my mother can't; she has to work. But my girlfriends will be there as well, so it will be nice. I hope it brings me luck. I don't know. Some guys it won't be a good number, but I don't care about it. I think it's even a good number for me. Zoals als jou wat je vinden. Hallo. Wil je nog foto met de ziel? Wil je nog foto met de ziel? Ja. Ik was heel tevreden dat hij die selectie gekregen heeft dus voor. Die drie Harelbeke, hè. Oh, dat was zijn droom, zit er lang al. Laten we hopen dus dat hij op de goede momenten op de goede plaatsen zit dus, en zijn steentje kan bijdragen voor de ploeg. Hè. Want ik denk nog dat dat ook wel altijd het belangrijkste is. Julien meedoen voor de winst, dat zal er wel niet in zitten. Dus, maar als hij dan ook nuttig kan maken voor de ploeg, dan denk ik ook dat hij moet content zijn. Julien Verboten. De 13 op de 13 in Nederland. Ik zei gisteren, ik zei, nee, maar je hebt nummer 13. Ja, joh, oh, zeg maar, ik ben content dat je is. Oh, content dat je is, ik hoop dat je content bent dat je 13 heeft. Ja, ik heb gewoon nee op die dag. Ja, dat wist ik ook niet meer, was dan 13 dat hij won. Julien was eigenlijk een fervent voetballer, dus voor hem is het ook allemaal begonnen in Harelbeke, dus daar waar nu de start en het stadion waar de start gegeven wordt van E3 Harelbeke, waar ook nu de aankomst ligt. Hij heeft daar de jeugd doorlopen en heeft gevoetbald in zijn 13 jaar. De eerste koers dat Alfons rijdt was op 1 mei in Oudenaarde. En Julien staat daar met twee wielen in zijn hand, vrij zenuwachtig. Ik zeg, wat scheelt het? Papa zegt, ik zou dat eigenlijk ook willen doen. En uiteindelijk begonnen dus begin juli terug als tweedejaars aspirant. Dat ging altijd maar beter. En het eerste jaar nieuweling wordt hij kampioen van België bij de nieuwelingen dus. En dat was voor ons een totale verrassing. En we hebben dan, als jij dan altijd maar beginnen met progressie maken en altijd maar willen beter doen. Hij was enorm gefocust van dan af al, dus en op dit moment is er ook interesse van grote ploegen. We zijn bezig aan het trainen naar de finish. Ben je het meest bang dat hij zoveel weg is met het vliegtuig? Niet als hij moet koersen. Dat wel. Maar anders niet echt. Als ik gevallen was in een Giro, dat we al net elkaar leren kennen, dan wel. Precies van Alia. Het is gevaarlijker dan dat ik dacht. Maar zo van wel. En altijd wel terug bij dat ik kan terug naar knuffel kan geven dat hij er is. Ik vind dat je echt een goede renner, dan ben je content. Ja. En je weet nu ook wat het is, die koers hier ook. Ja. Content zijn, echt content zijn dat je meer mee rijdt en dat je, ja, dat je het ook er zo vanaf gebracht hebt. Ja, dat hoort. Want dat je ziet, achter u zo er nog veel. Ja, zeker. Ja, dus, ja, allee, beste man, proficiat. Het was een really nice experience to ride hier in Harelbeke. I'm really happy I could do this race once. I think we did a really good race with the team. We were always there at the important points. I also brought the guys before in the Patersberg. Because of that, I
was a little bit too far than in the bunch, and just on top of Patrick Spaert it's a split in front of me, so I was then in the second bunch, but okay, it was good to do my work for the team, and now I can look the next races, and it was a really nice experience, and you know, a lot of support during the race, so I enjoyed it.